Hallo, vandaag een speciale aflevering van Kikker TV. We gaan namelijk de burgemeester interviewen. Wat is uw taak binnen de gemeente? Een burgemeester heeft verschillende taken. Die is voorzitter van de gemeenteraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. Voorzitter van burgemeester en wethouders. Kortom, heel veel vergaderingen houden. Maar de burgemeester is ook ambassadeur van de gemeente. Die gaat overal vertellen wat de gemeente vindt en wat er in de gemeente te doen is. En de burgemeester is ook een beetje burgervader. Dus als er iets ergs is of als er iets leuks is, dan probeert hij er ook bij te zijn. Wat vindt u zo leuk aan uw werk? Het leuke is dat je als burgemeester altijd met mensen te maken hebt. Ik heb hele dagen gesprekken met mensen, discussies met mensen. En dat is buitengewoon leuk. Dat maakt het heel boeiend. Wat was het leukste in uw carrière als burgemeester? Nou, het is heel moeilijk om te zeggen van nou, dat was nou het allerleukste. Maar een van de leukste dingen die ik gedaan heb, dat was een discussie met jonge mensen van een basisschool. Van basisschool in Sluis, van groep 7 en 8. Op de dag van respect heb ik met die leerlingen een discussie gehad over respect. En hoe ga je respectvol met elkaar om en over pesten op school en over dat soort dingen. Ontzettend leuk. Oké, en wat was uw moeilijkste beslissing in uw carrière? Nou, ook dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want dat was nou echt de moeilijkste. Maar moeilijke beslissingen zijn altijd beslissingen die over mensen gaan, over de belangen van mensen. Over mensen die misschien verkeerde dingen gedaan hebben, die van de gemeente toch moeten horen dat ze het niet goed gedaan hebben. Dat zijn vaak de moeilijkste beslissingen. Zijn er ook minpunten aan dit werk? Ik vind er niet zoveel minpunten aan. Het is wel zo dat je eigenlijk heel veel beschikbaar moet zijn. Je bent eigenlijk dag en nacht beschikbaar. Er kan altijd wat gebeuren. De politie kan bellen of er kan iemand je nodig hebben. Dus je moet altijd beschikbaar zijn. Nou, dat vinden ze thuis niet altijd leuk. Oké. Wat vindt u ervan dat u nu al moet stoppen? Want u ziet er nog gewoon helemaal fit uit. Dankjewel. Wij hadden afgesproken dat ik 2 jaar hier burgemeester zou zijn. En die afspraak, die houden we elkaar aan. Dus ik heb het gewoon zien aankomen dat ik op 1 juli zou stoppen. Dus in dat opzicht is het niks vreemds. En ik voel me wel heel energiek, maar ik ben wel 67 jaar. Vindt u het wel jammer dat u gaat stoppen? Ik vind burgemeester van Sluis zijn is zo'n prachtige functie dat je dat altijd jammer vindt. Maar ik heb het zien aankomen en ik weet dat het stopt, maar het is een hele mooie job. En wat gaat u doen in uw pensioen? Ik ga eerst eens even lekker uitrusten. Ik ga eerst eens even met vakantie en eens even de zaak op een rijtje zetten. En dan denk ik dat er hier of daar nog wel eens een rolletje voor me weggelegd is om in een bestuur te zitten of wat te helpen hier of daar in een organisatie of wat dan ook.